Goedemorgen, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van zondag 23 september. Vanochtend is het op de meeste plaatsen nog rustig, droog en niet veel wind, maar daar komt verandering in. Vanuit het westen trekt een geleidelijke regen over het land. Er staat eerst nog een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanmiddag regent het soms flink, vooral in de zuidelijke helft van het land kan veel vallen. Het is kil met 11 tot 13 graden. De wind draait naar het noordwesten en neemt vooral aan de kust toe naar krachtig tot hard. Vanavond trekt het regengebied weg, maar in de kustprovincies vallen dan buien, soms met onweer en ook zware windstoten zijn mogelijk. Vannacht liggen de minima tussen 5 en 10 graden. Morgen vallen er verspreid enkele buien, in het noorden opnieuw mogelijk met een enkele klap onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon, het wordt 14 of 15 graden bij een matige tot krachtige noordwestenwind. De rest van de week verloopt gelukkig rustiger. De wind neemt af, het blijft zo goed als droog bij steeds meer zon. De temperaturen lopen ook geleidelijk op. Donderdag kan het zelfs 19 tot 21 graden worden. Dat is wel iets om naar uit te kijken op deze kille en natte zondag. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.